Vandaag praat ik met Ralf Lek en ik heb opgeschreven wat ik daarvan vind. Dat is een Leidsmakelaar, voor zover u dat nog niet weet, maar voorwaar een bijzonder exemplaar. Hij vindt het vast niet leuk dat ik dat nu zeg, maar ik heb het toch maar gedaan. Welkom Ralf, vandaag in Licht op Leiden. Wij zijn oude bekenden, dus we hoeven niet al te formeel te doen. Jij mag dat wel natuurlijk, want ja. Ik ben een stukje ouder dan jij. Ralf, laat ons beginnen met de basisvraag. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar stond je wieg? Ik woon nu in Leiden, al heel lang. Maar mijn wieg stond in Langeraar. Klein dorpje hier vlakbij, voor menig misschien niet bekend. Maar dat is onder de rook van Alphen aan den Rijn. De makelaar uit Langeraar. De makelaar. Ook dat rijmt. Nou, we kunnen nog een paar verzinnen, maar ja. Zeker. Nee, ja, Langeraar, heerlijk. Maar ja. Leiden heeft absoluut wel mijn hart. Ja. Waar heb je op school gezeten? De middelbare school heb ik Alphen aan den Rijn op school gezeten. En uiteindelijk in Leiden. En daar heb ik hem afgemaakt. Welke school was dat? Dat was het Boerhavencollege. In het centrum. Superleuk, want eigenlijk vond ik Alphen aan den Rijn niet leuk. En ik mocht altijd naar Leiden toe. Langeraar was vond je wel leuk om in op te groeien? Ja, het was een prachtig dorp. Absoluut. Ja. Ja. Maar ik merkte al wel heel vroeg dat ik naar familie toe ging hier in Leiden. Ja. Dat wel echt wel meer mijn ding was. Vandaag vind ik het wel heel erg leuk dat ik dan zie dat men in Langeraar aan het schaatsen is. Ja. Op de plassen. Dus dat vind ik dan wel weer heel gaaf. Dat heb ik niet anders gedaan. Maar dat gevoel in Leiden kreeg ik ook weer toen net de single opreed. Ja. Ja. De kijkers die weten nu dat dit een opgenomen programma is. Oh, sorry. Ja. Op de dag. Op ja. De dag. Dat er nog geschaatst kon worden. Ja. Ja. We hebben wel behoorlijke winter gehad. Hè? Ja. Je hebt dus in Leiden uiteindelijk je opleiding afgemaakt. En je draai gevonden. Je bent nooit meer weggegaan uit Leiden. Jawel, want ik heb eigenlijk mijn middelbare school hier in Leiden gedaan. Ja. Mijn middelbare school afgerond. En na de middelbare school ben ik naar Groningen toe gegaan om daar makelaardij te studeren. Waar doe je dat, zoiets? Toen de tijd waren er eigenlijk maar twee opleidingen. In Groningen en in Eindhoven. Maar Groningen is, als mag toch wel zeggen, toch wel vergelijkbaar met Leiden. Beide steden heb ik bezocht en Groningen die gaf wel uiteindelijk de voorkeur. Ja, Groningen is een echte studentenstad ook. Ja. Prachtig, ja. Echt prachtig. Ja. Ook vergelijkbaar met Leiden in die zin qua grootte, qua grachten, qua huizen. En ik vond het fantastisch. Ja. Ja. Hoe lang duurt zo'n opleiding? De makelaaropleiding was dus een hbo-opleiding, 4 jaar. Ja. En die heb ik ook in 4 jaar afgerond. Ja, prachtig. Hele leuke studie. Het was ook echt wel iets voor mij. Als je die opleiding doet op een hbo-school, ben je dan automatisch de gecertificeerde makelaar als je dat haalt? Nee, het is echt gewoon de opleiding. Dus de bouwkunde, materiaalkunde, dat soort dingen. Dat leer je dus echt met de opleiding. Ja. En daarna heb je dus je hbo-makelaardijopleiding, maar dan moet je nog wel de praktijktest doen. Ja. En ook echt wel heel lang, met toch een aantal jaar op een makelaarskantoor werken. En echt van de hoed in de rand alles leren kennen. Ja. En uiteindelijk mag je dan op voor de praktijktest. Dat was destijds zo. En dat heb ik hier in Leiden gedaan. Bij wie? In Leiden heb ik dus bij Wilbrink en van de Vluchtmakelaars werkte ik destijds. Ja. En er zijn dus een lokale makelaars die dus die vragen samenstellen. Ja. Dat je ook op pad moet om te gaan waarderen, taxeren en advies moet geven. Ja. En dat is gelukt. Want dat hele pakket, dat zit in die opleiding. Dus in het hele traject, moet ik zeggen. Het is niet alleen die opleiding in Groningen geweest, maar het is het totale traject van naar makelaar toe. Daar zitten alle facetten van het vak in. Niet in die opleiding, maar wel, ja, uiteindelijk is het zo dat je je titel hebt als een jonge makelaar. Ja. En dat je dan uiteindelijk de praktijktest is het allerbelangrijkste. Ja. En dat ga je echt leren door bij een makelaarskantoor. Ja. Dat was toen zo, het is inmiddels wel veranderd. Maar dat was destijds wel een pittige opleiding. Wat is het lastigste stuk van het vak? Taxeren, denk ik? Ja, dat je toch echt moet taxeren, waarderen van huizen. Ja. En hoe kom je tot die waarde? Maar niet alleen woningmatig, maar ook bedrijfsmatig was destijds thuis. Ja. Dat was, ja, ik vond het mega leuk, zeker hier in de stad Leiden. Ja. Om daarin toch, ja, niet elk huis is hetzelfde. Dus dat vond ik heel erg leuk. Ja. Ja. En of steeds. Ik kom straks nog even nog op dat makelaarschap terug, want daarvoor praten we vooral ook natuurlijk. Dat is jouw vak. Ja. Je bent uiteindelijk in Leiden definitief neergestreken. Ja. Met je eigen bedrijf. Ook daar kom ik nog even op terug. Maar bij jou thuis vroeger, hoe was het gezin? Ben je al enig kind of niet? Nee. Ik heb, dat is wel heel veel leuk om te vertellen, beide ouders en 2 oudere zussen.
Mijn vader was bode, bodendienst. En had een bode, dus dat hij altijd naar de kaasmarkt ging vanuit Langewaar naar de kaasmarkt. Ja. Ja. En daar had je Berk zitten destijds op het hoekje. Er zit nu een Bode Berk, ja. Bode Bulk. Bode, ja, onder andere. Ja. En ik kan me heel goed herinneren dat ik als kleine jongen, en ik denk dat ik misschien een jaar of 3, 4 was, dat ik al met mijn vader meeging met de vrachtwagen vanuit Langeraar naar Leiden. Ja. Ik denk dat het daar misschien ook wel doorgekomen is. Maar dat ik elk ritje, en dat was destijds nog door de Hoge Woerd, dat ik me dat nog feilloos kan herinneren. Ja. En ik vond het prachtig dat al die vrachtwagens samenkwamen op de kaasmarkt. En ja, gingen ze daar pakketjes overladen. Dat is een bedrijfstak die bijna niet meer in die vorm bestaat, denk nee. ik. Nee. Nou ja, daar nu zie je nog wel DP of dat soort bedrijven. Ja. En dan zie ik altijd denk weer terug aan mijn vader. Maar ja, terug naar je vraag. Ik heb een heel warm gezin. En ik kan me heel goed herinneren dat ik echt altijd wel met heel veel plezier met mijn vader meeging. Ja. En, ik kan die ritjes nog feilloos zeggen. En je hebt een zus? Twee oudere zussen. Twee oudere zussen. Al ben je verwend, zeker? Ja. Nou, ik moet het eigenlijk niet zeggen, maar ik sta nog op foto's met nagellak en jurkjes aan. Dus, oh ja? Ja, dat heb je als jongste jongetje. Ja, dat is de jongste. Maar nee, ja, prachtig. Ik heb een warm nest. Absoluut een warm Goeie nest. Goede herinneringen. Zeker, zeker. Ja. En nou, je kwam in Leiden, je bent daar neergestreken, je bent getrouwd intussen en je hebt een prachtig gezin, drie jongens. Ja. We hebben een beetje foto's van die natuurlijk getoond worden. Drie mannen. Ja. En bij die foto's er zit ook een foto waar je een hoge hoed draagt. Wat was dat voor een uitstapje? Ja, dat is, ik zeg bijna dankzij jou, maar toch wel dankzij, dat is met Teun, de oudste. De oudste. Hoe lang is dit geleden? Dit is, dit is Teun net geboren, dit is 9 jaar geleden. Ja. En hier is Er welt een traan, die is hier aan het zingen op de car dat ik geregeld heb. Optocht. Optocht, ja. Optochtcommissie. En Teun was geboren en prachtig. Heb je het naar je zin gehad in die functie? Ja, onwijs. Ja, dit was het ook weer een beetje op het lijf geschreven. Ik zeg dankzij jou, maar toch wel dankzij je nichtje. Die heeft mij ooit een keer geïntroduceerd bij de optocht. En dat was toen nog de dierenoptocht en dat ik meereed met een rode kever. Ja. Ik had een rode kever. Ja. En ik vond dat magisch. Ja. Ik vond het echt gaaf. Leuke wereld. Dus ik uiteindelijk, dan zie je ze, de mannen. Ja. Drie jongens. Ja. Drie Leidse jongens. Echt. Leuk. En je bent trots op die jongetjes, hè? Onwijs. Ja. Nee, dit is echt prachtig om te zien. Het zijn drie mannen. Oh kijk, moeder is er ook bij. Ja, Fleur. Nou ja, vandaag. Hoe lang ben je getrouwd? Ik moet eerlijk zijn, ik ben niet getrouwd. Ja, die knippen we eruit. Nee, dat hoeft niet hoor. Nee, dat mag allemaal maar tegenwoordig. Tuurlijk. Ja. Nee, dat is gewoon vrij. Hoe lang zijn jullie bij elkaar? Dus Fleur, we zijn nu denk ik bijna 18 jaar, 19 jaar bij elkaar. Zo lang, ja. En topper. Ja, gek op het strand met de mannen naar Katwijk. Hey, behalve je gezin en je werk en toen 3 oktober, heb je nog andere hobby's waar je mee bezig bent? Ik ben gek op panden in Leiden. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg honkvast. Ja. Dus ik kom niet veel buiten Leiden, omdat ik het gewoon echt prachtig vind. Dus ik vind varen in Leiden heerlijk. Varen. Ja. Langs de Singel. Nu met de lockdown afgelopen zomer vond ik het echt prachtig om langs de Singel te liggen en te genieten. Dus ja, dat mijn hobby is aan toch met mijn gezin en het Leidse. Ja. Mooi. Ralf, ik ga even onderbreken ons gesprek voor een vaste rubriek. Oké. En dat is de Leidenaar van de Week. Daar heb ik, de jury heeft daar dan altijd een laudatio over, zoals dat heet. En die ga ik nu voorlezen. Als u wel eens naar een Amerikaanse film keek over een krantenmagnaat die het helemaal maakte in het leven, dan weet u dat hij begon met een krantenwijk. En met nonchalant gebaar de krant van de fiets in de tuin duvelde. Zelden ziet u dat iemand de krant oppakt en dus is er twijfel mogelijk of het ding daar eigenlijk wel gelezen wordt. In een Engelse film ziet u stevast de bolhoede de krant aanschaffen bij een stalletje op straat, waarna consumptie van het nieuws plaatsvindt in de metro. Die mannen komen aan het eind van de dag na een bezoek aan de pub thuis en praten dan met hun thuisfront over van alles en nog wat, maar niet over de inhoud van de krant. Het zijn natuurlijk allemaal maar stereotype beelden en het zal daar allemaal wel anders zijn. Toch lijkt het erop dat Nederland een uniek systeem heeft om de papieren krant bij u thuis te krijgen. De krantenjongen.
Wie van mijn generatie heeft niet de eerste aankoop van platen bij GH-Veen kunnen doen van de moeizaam verdiende centen die met een krantenwijk werden verdiend? Typisch Nederlands. En elke krant had zijn eigen bezorger en die bezorgde die in de bus. Gelukkig zijn ze er nog steeds en eigenlijk altijd en op tijd. Ze zijn er nog ondanks digitale nieuwigheden die geen sneeuw en ijs moeten trotseren om ons van de krant te voorzien. Die trouwe bezorgers die dwars door verkeer en weer de papieren krant in de bus stoppen, worden hoog gewaardeerd door wie het dagblad nog vast wil houden. Ook Hartje Winter, en dat was het wel in de afgelopen weken, ook Hartje Winter kleppert de bus dankzij de krantenbezorger. En zij zijn met z'n allen onze leidenaar van de week, ook al omdat de krant De Jonge ouder is geworden en sommigen in dat vak al pensioen ontvangen. De krantenmensen, de bezorgers van de kranten, zijn deze week onze leidenaars van de week. En dat verdienen ze wel. Wat vind jij? Terecht. Ja. Terecht. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor een heleboel anderen ook, die altijd maar dwars door alle omstandigheden hun werk moeten blijven doen. Ik moest van de week nog aan denken, want ik begon over mijn vader, dat hij vanuit Langerhout dus naar Leiden moest rijden met zijn vrachtwagen, door weer en wind. En als ik me dan nog kan herinneren hoe dun die wegjes of wegjes waren vanuit Langerhout bij Hoogmaden, dan denk ik echt respect. Ja. Nou, ik heb van de week nog over nagedacht. Ja. Terwijl eigenlijk, als je erover nadenkt, in het verleden de omstandigheden van vervoer en verkeer en mogelijkheden eigenlijk veel slechter waren dan tegenwoordig natuurlijk. En of, ja. Eens. Ja. Eens. Nou, dan zijn we het alweer eens. Nou ja, nou, kom maar op met erom. Ja, Ralf, luister. Even het begin van jouw carrière als makelaar. We hebben daar een foto van. Kijk, dit is jouw plekje geworden. 1 augustus aanstaande. Welke 1 augustus was 2011. Het? Ja. 2011. Dus we zitten nu in het 10e jaar. Ik geniet van deze foto, echt. Want? Nou, het creatieve. Ik vind het, dit blijft gewoon gaaf. Ik weet nog dat ik voor mijn pand stond. Ik zeg, jongens, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik opval? Nou ja, iemand opent zijn deuren. En ja, het ontstond. Ja. En de vlakken van mijn ramen waren 1,80 meter bij 2 meter. En ik denk, ja, er passen precies 2 deuren in. Ja. En wat heb ik gedaan? En ik zit er nu naar te kijken, schiet ik weer in de lach. Bij de brievenbus, nieuwsgierig. Ik was daar aan het klussen, want die ruimte was van de stichting SWO. En ik mocht er als ondernemer, starter, mocht ik beginnen en er zat niets. Dus ik ben daar 2-3 maanden aan het klussen geweest om mijn kantoor te maken. Ja. Hoe vaak die brievenbus wel niet open gegaan is door nieuwsgierige mensen, dat is echt veel. Dus ik kreeg zelfs briefjes door de brievenbus heen, ook van collega makelaar, van superleuk bedacht, succes. Ja, dit is gewoon hoe ik ben. Ik vind het fantastisch. Ja. Dat is overigens eigenlijk in bepaald opzicht ook een soort kenmerkende foto in ander opzicht voor jou. Je bent eigenlijk in jouw werk, daar komen we straks nog op terug, altijd heel creatief geweest in het neerzetten van je bedrijf en van je vak. Maar je kwam daar in een kunstenomgeving terecht. Ja. Was dat toevallig of vond je dat eigenlijk ook wel een leuk ding? Ja, dit heeft alweer een sprongetje naar mijn verleden. Op de hoek zat het Vergenteloosterrein. Ja. Het Vergenteloosterrein, waar ik dus met mijn vader ook vaak naartoe ging. Want mijn vader was bode van Vergenteloos. Dus om het hoekje kan ik me feilloos herinneren dat we daar altijd naartoe gingen. En toen kwam dit plekje vrij en ik heb er echt voor gestreden. Ja. Want uiteraard werd het een kunstenaarscentrum. Het was gekraakt, de Haagweg. En ja, het kwam vrij. De gemeente was daarmee bezig. En de SWO wilde dus wel iets kunstgerelateerd, iets creatiefs hebben. Ja. Als makelaar heb je dan dat vlak niet heel erg een creatief imago. Nee. Dus ik ben in gesprek gegaan met de SWO en ik mocht daarin toch laten zien wat ik wilde. Nou, dit was één voorbeeld daarvan. Maar ik wilde ook canvasdoeken in plaats van alleen maar flyertjes. Ik wilde videoschermen. Ja. Daar was niemand nog mee bezig. Dus vooral het creatieve, het kunstzinnige, ik wilde daar die mix in maken. Ik wilde het stof er vanaf blazen en laten zien dat het ook anders kon. Anders dan de anderen. Nou, tot op de dag van vandaag vind ik dat nog steeds het leukste van mijn vak. Probeer gewoon niet te verzanden in iets standaards, maar doe maar gewoon even iets extra's om te laten zien, jongens, hier ben ik. En dat vind ik het leuke eraan. Een van de manieren waarop je dat ontwikkeld hebt, is door een drone te gebruiken. Daar hebben we een prachtig mooi voorbeeld van. Ja. En dat zien we hier nu in beeld.
je moet denk ik niet al te veel vertellen over dit huis, of gewoon de gemiddelde nee. Leidenaar wel weet waar dat is, denk ik. Dit fantastisch mooie huis, dat is in beeld gebracht van de buitenkant met ja. een drone. Vertel eens hoe ben je daartoe zo gekomen? Dit is ook weer iets één keer gezien hebben dat dat bestond. Dus daar praat ik echt al over 4, 5 jaar geleden. Ja. Dat je met een drone beelden kon maken. En dat je de lucht in kon. Want vaak was het natuurlijk best wel statisch door gewoon vanuit een stilstaand punt te kijken. Maar ik dacht, dit moet ik voor dit huis doen. Vooral deze shot. En doen. En uitzoeken hoe het werkt. En doen. Dus ik heb dit zelf gemaakt. Ik ben met een drone de lucht in gegaan. En ik ben gewoon gaan proberen. Je hebt het zelf gemaakt? Zelf gemaakt, ja. Ja, je ziet hem echt nu. Het was echt, je ziet hem ook bewegen, dus het was allemaal niet helemaal de bom. Maar dit is een van de eerste shots die ik gemaakt heb. Ja. Kun je dit is natuurlijk een huis dat heel bijzonder is, omdat het zo mooi is en groot. En, zou je kunnen voorstellen dat je een drone gebruikt bij allerlei soorten huizen van ander type ook? Zeker, alleen het mag niet meer. Het mag niet meer? Het mag niet meer. Nee, het mag niet meer. Je moet echt vergunning hebben, je moet een opleiding voor hebben, want je zit in het vliegverkeer. Ja. Dus bijvoorbeeld hier vlakbij, hierachter zit natuurlijk het LUMC met de helikopter. Ja. Dus als je dit niet goed kan besturen en er gaat iets fout, dan ben je in een gevaar. Dus ze hebben daar hele duidelijke regels nu voor opgesteld. Die heb jij ook? Nee, want ik mag het niet meer. Dus dit was... Maar hoe kom je er dan... Hoe zou het wel weer kunnen? Moet je dan een opleiding voor? Daar moet je nu een opleiding voor hebben. Er zijn dus professionele bedrijven voor die dit dus doen. Ja. En die huur ik dan ook in, omdat zij daarvoor geleerd hebben. Kijk, ik heb dit zelf gemaakt, zelf geprobeerd. Ja. En het is hartstikke goed gelukt, maar tegenwoordig kan het nog professioneler. Ja. Maar dit is wel echt een van de eerste die landelijk, ook landelijk gemaakt is. Ja, ik denk dat er toen best wel een aantal mensen waren die dit deden. Ja, het is het type plaatje waarvan je denkt, ja, dat is wel heel mooi zo. Hè? Ja, dit was gewoon de perfecte dag en vanuit elke hoek kijken... Ik heb er nog eentje gemaakt bij een ander huis, samen met een vriendje van mij, omdat die nog even wat behendiger was, dus dat je onder een boom doorging. Het is best wel spannend, maar nu zou dit niet meer mogen. Nee. En het is ook wat anders dan, want als jij het huis dat je verkoopt moet filmen, dan doe je dat tegenwoordig ook echt met een video en niet met aan elkaar geplakte foto's. Nee, dat was in die tijd gebeurde dat veel, maar ik denk van, daar ben je geen toegevoegde waarde. Als je foto's die je net in een reeks hebt gehad achter elkaar plakt. Ja. Toen was ik hier al mee bezig met video. Ja. Onwijs leuk dat je het laat zien. Ja. En ja, video, dat is gewoon net weer, ook daar word je, je wordt weer gezien. Je doet het net even weer een stap verder. Ja. Je hebt dit zelf gemaakt, dat mag niet meer, maar je bent nog steeds alleen werkend, hè? Ja. Ja. Je doet het echt helemaal alleen? Ik doe het echt alleen maar alleen. Mijn vrouw zit op kantoor, ja. Dus die doet de plattegronden. Ze heeft vaak drie-dimensionale en plattegronden maken. Dat vindt zij heel erg leuk. En mijn lieve zus doet de administratie. En ik ben echt... Het familiebedrijf dus. Ja, zo mag je het wel noemen. Ja. Ook al ben ik niet getrouwd, maar... Maar jij bent dus... Ja, nee, nou ja, dat mag wel hoor. Alleen hoort daar een salaris bij, dat weet ik. Zeker, zeker. Maar als ik dat filmpje zie en ik ken jou en ik weet wat voor huizen je verkoopt, dan kan je eigenlijk ook wel zeggen dat je een specialisme ontwikkeld hebt in een bepaald soort huizen. Het rijtje van die een van 1 uit 15 in een rij, die is minder snel bij jou te vinden. Ja. Vaak zijn het toch wel bijzondere huizen of oudere huizen of... Huizen met een bepaald soort kwaliteit, maar hoe kom je nou in dat segment terecht? Dat is ook lastig. Ik ben elke dag super trots dat mensen me uitnodigen. En dat ze het zien dat ik dit leuk vind. Om die reden ben ik en blijf ik ook een klein kantoor, omdat ik dan soms ook best wel selectief kan zijn. En ja, ik kan niet heel veel opdrachten erbij hebben. Daar bedoel ik mee van, ik wil aandacht geven aan de huizen. Ik wil de huizen verkopen die ik leuk vind, à la deze. Maar zo zijn er legio. Het moet klikken en het moet smoelen. Ik vind dat is het leuke aan mijn vak. Maar de drang om meer te verdienen is dus, heeft een beperking bij jou? Nee, maar dat heb ik totaal niet. Ik vind dit onwijs leuk. Het is, ik vergelijk het vaak met het moment dat ik met mijn vader de stad inreed en dat ik naar die huizen keek en dat ik dat fantastisch vond. En nu mag ik die huizen verkopen. Maar dan is het dus een bewuste keus om je te beperken? Ja. Ja, want er is absoluut. Dus ook geen enkele aanleiding of drang om je bedrijf uit te breiden? Zeker niet. Of om een vestiging in Alkmaar te openen? Of... Ja, dat... Nee. Niet? Nee, wat ik net al zei, ik kom amper buiten Leiden omdat ik Leiden zo leuk vind. En tot op de dag van vandaag verveelt het me niet. Maar dat leidt dan ook tot de vraag, denk ik...
is die markt dan niet een keer uitgeput, die heel specifieke markt? Misschien wel. Dat zien we dan wel. Dat zie je nog niet gebeuren ook, of wel? Nee. Kijk, natuurlijk zullen er meer mensen zijn die dit ook heel leuk vinden. Ik juich het van harte toe om het ook te gaan doen, als ze het leuk vinden. Leiden, binnenstad, heb ik zien veranderen. Maar ook aan de kant van het aanbod bedoel ik eigenlijk. Dus die niet eens alleen uitgeput omdat er steeds meer makelaars zouden kunnen zijn. Nee. Maar omdat het aanbod ook een beetje opdroogt. Ja. Ja. Nou ja, toen ik in 2011 begon, toen je die deuren zag, was het slechtste moment van de markt. De markt was, het kon bijna niet slechter. En toch heb ik het gedaan omdat ik het idee had van ja, zo slecht als het is, het kan alleen maar beter worden. En nu zie je dat de markt zeker aan het verkrappen is. Er is veel vraag, weinig aanbod. Ja. Maar toch, ja, even naar mijn situatie kijken, heb ik niet heel veel huizen nodig om een leuke boterham te verdienen. Ik heb helemaal de ambitie niet om groot te worden of rijk te worden. En natuurlijk zit ik af en toe wel te denken van ja, als ik maar aanbod krijg. Ja. Maar als ik maar, nog steeds kan ik heel leuk aanbod. En vind ik het heel leuk dat mensen mij als makelaar willen hebben. Maar het is puur de liefde. Het hoeft niet een groot huis te zijn. Een weefshuis langs de Oude Rijn die ik verkocht heb, die heb ik ook nog steeds heel erg op mijn netvlies staan. Dat ik het super leuk vond. Ja. Binnenstad vind ik fantastisch. Ja. Ja. Nou, ja, maar ik hoor geen zorgen, zeg maar. Nee. Je hebt een boterham die je goed kan beleggen en dat vind je goed zo. Ja. 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 Ja, zorgen, nee. Ik heb geen zorgen nu op dit moment. Behalve dan dat ik het gewoon. Natuurlijk maak ik meer zorgen over wat corona nu doet. Maar dat is meer in het algemeenheid dan alleen mijn boterham. Ja. Ik zie om mij heen toch wel wat dingetjes gebeuren. Ja. Daar ben ik meer mee bezig. Ja, je bedoelt met mensen die. Met mensen. Ja. Met ondernemers. Ja. Komt het ook binnen zakelijk gezien bij jou? Ja, ik zie wel dat ik soms op gesprek word uitgenodigd. En dat ik merk dat de reden is dat ik daar aan tafel zit. Ja. Taxeren van een huis, misschien een stukje overwaarde gaan gebruiken om toch nog wat langer door te kunnen. Ja. Dus ja, tuurlijk, daar heb ik ook wel mee te maken. Ja. 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 Heb je een visie op hoe dat zich moet ontwikkelen? Dat aspect in ieder geval. Mensen eten hun huis op, bijna. Nou ja, dat zou ik als ik. Ik heb ook zelf in mijn huis een stukje overwaarde. En stel dat het slecht zou zijn, zou ik dat ook aanwenden. Ja. Om uiteindelijk maar vooruit te kunnen. Dat zie ik wel gebeuren. Maar zolang dat hele corona door blijft gaan en daar geen verbetering in komt, dan zie ik uiteindelijk wel dat het wat minder gaat worden. Ja. Maar ik ben op dat vlak niet pessimistisch, helemaal niet. Maar ik denk dat je wel reëel moet zijn. Ik ga nog even terug naar jouw acquisitie. Je laat het een beetje voorkomen alsof dat vanzelf gaat. Mensen komen bij je. Dat zal toch niet helemaal zo zijn, zeker? Jawel. Ja? Ja, ja. Daar heb je het. Nou ja, daar heb je het. Ik vind het gaaf dat je het laat zien. Ik vind het wel heel gaaf dat je hem hebt. Het is gewoon creatief zijn. En op een positieve manier opvallen. Ja, dat is dit. Ja, dat is een methode waardoor je je naam neergezet hebt. Hè? Grapjes maken. Ja. Creatief zijn met die naam natuurlijk ook. Ook. Ja. Die gebruik je op allerlei manieren om op een andere manier iets aan te kondigen of op te vallen. Ik kan me ook herinneren dat jij volgens mij de eerste was die zei dat iemand dat hij te laat was, want het was verkocht. Ja. Zoiets dergelijks toch? Ja, ik heb er ook wel eens discussie over gehad, want ik werd laatst op de tennisbaan bij Roburg door iemand aangesproken. Die zei van ja, zo positief is het niet meneer Lek, dat u zegt van lekker verkocht of te laat. En ja, net als dit soort grapjes, geniet ik enorm van. Dit was als sponsor hier bij de afgelopen Sinterklaas-intocht. Ja. En ik zit s'avonds in mijn bed te lachen dat ik dat weer verzonnen heb. En bij dat elektriciteitshuisje was het ook zo. Er werd opeens naast mijn kantoor een elektriciteitshuisje neergezet zonder te vragen. Want ik had daar een bord staan, een te koopbord met een dame. En dan s'avonds lig ik in mijn bed en dacht ik, ja, dat kan ik gebruiken. Ja. Ja. Dus, nou ja, acquisitie, het is gewoon. Ik hoop gewoon dat mensen zien dat ik het altijd met een positieve manier daarmee de aandacht wil vestigen. Niet alleen op mezelf, maar ook bijvoorbeeld nu het huis. Hiermee heb ik zoveel reacties gehad. Beetje jonge honderig, hè? Of ja. Ja. Ja, ik hoop dat nog heel lang te mogen blijven. Ja, dat zou je wel volhouden. Ja, 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 ja. Maar ik doe het om positieve aandacht, net zoals dit ook. Dit was 2 dagen vertel nadat. Vertel even wat dit is. Ja, wat is dit? Nou, ik ben. Natuurlijk ben ik ermee bezig geweest, jongens, wat gaat er nu gebeuren door corona? En
veelal deden we open huizen. Ja. Dus dat er 30 man of 20 man door een huis heen liep. Ja, door corona gaat dat niet meer. Dus ik was er al heel tijd mee bezig van hoe kunnen we dat anders doen. Dus ik ben met een digitale, of eigenlijk dat noemen ze een livestream. Dus dat je in kan schakelen terwijl ik een bezichtiging doe. Ja. Dat noem je live meelopen. En dat kan door middel van Instagram. Dus ik heb een camera, een steadicam. Zoals je nu ziet richt ik hem naar mezelf. En dit was een bezichtiging. Met nog twee mensen en een aankoopmakelaar. En liepen door het huis heen. En mensen konden meekijken. Echt fantastisch. En daarmee heb je die hele ook geïnteresseerde achterban erbij. Ja. En dit was toevallig met mensen. Dus ik heb gevraagd of zij het leuk vonden dat mensen mee konden kijken. Maar nu doe ik altijd een digitale bezichtiging. Dat iedereen kan meekijken. Om eerst even te voelen, is het huis wel leuk? En zo kunnen ze dan ook gelijkertijd zien. Nou, ik vind het leuke hiervan is creatief zijn. Ja. Gewoon bedenken, hoe gaan we het anders aanpakken? Nou ja, 1,5 meter met mondkapjes. Het is... Hier ben je nieuw in? Hier was ik heel nieuw in. Ja, ik denk een van de eerste ook weer. Het leuke is dat dit kwam bij SBS6 op televisie. En degene die bij SBS op televisie kwam, die had mij gevraagd welke camera ik gebruikte. Dus dat kwam toen voorbij. Ja. Dat zijn de mondkapjes. Ja, dat zijn de mondkapjes met 1,5 meter snoer. Hier hebben we nog een voorbeeld van de elektrische bakfiets. Oh, de bakfiets elektrisch. Ja, ja. Dit is jouw manier van vervoeren van mijn borden. Ja, en aanwezig zijn natuurlijk. Zo heb je ook geloof ik nog een scooter waar je duidelijk op te zien bent. Ja. Nog even, kijk dit. Ja, lek. Dat is ook weer de sponsoring van een rally. Ja, nou ja. Doe je dat veel, sponsoren? Ja, ja. Ja, maar dan ook weer waar je wel weer bij betrokken bent. Dus bijvoorbeeld bij de hockey. Wat een hele mooie grap is. Alecto, dat is de concurrent van Roomburg. Ja. En ik had een bord opgehangen. Alecto is toch veel leuker. En dan Lek met L-E-K. Nou, die hebben we volgens mij niet hier. Maar nee. Ja, dat is ook gewoon weer de grap. Sponsoren, ja. Maar alleen Leidse clubs. Leidse clubs, ja. Oké. En Alecto dan? Ja, dat bord hing bij Roomburg. Ik wou zeggen. Maar puur om even... Ja, we kunnen het niet met jou hebben, dat durf ik bijna niet, over het Roomburgerpark. Want het is heel actueel op dit moment, maar dat laat ik even zitten. Ik wil graag nog van je weten, want wij spoeden al naar de tijd. Oh. Dat gaat heel snel. Een paar dingen. Hoe is het met de woningmarkt nu? Daar hebben we het net een beetje over gehad. Het is een enorm overspannen prijzenmarkt. Ja, maar er is veel vraag naar Leiden. Ja. Ten opzichte van 10 jaar geleden toen ik begon, was er veel minder vraag dan nu. Wat je nu wel merkt door de markt is door corona dat er veel expats niet zijn. Dus ik vind dat de markt eigenlijk best wel wat rustiger geworden is. Doordat de buitenlanders ontbreken? De buitenlanders ontbreken. Ja. En ik heb dus nu laat ik zeggen, van de 10 bezichtigingen had ik 5 expats en 5 Nederlandse mensen. En nu heb ik alleen maar Nederlandse mensen. Ja. Dus dat is wel een... het is geen Nederlands, maar het is wel rustiger geworden op de Leidse markt. Ja. Dus ja, het is wel overspannen markt omdat Leiden echt in trek is. Ja. Leiden is ook een prachtige stad en iedereen wil er toch wel heel graag wonen. Ja, het is de ideale oord tussen Amsterdam en Rotterdam. Hè? Absoluut, ja. Hey, en hoe moeten die starters nu nog in Leiden aan de bak? Er is nu net, dus tot maart aanstaande, ongeacht de koopsom die je hebt, heb je 0% overdrachtsbelasting. Ja. Nou, die starters worden daarmee echt geholpen. Dus stel dat je geen starter bent, dan betaal je 2% overdrachtsbelasting, nu 0%. Daarin zie ik nu een grote groep starters geholpen worden. De verkamering vind ik ook een goeie. Niet elk huis mag meer verkamerd worden. Terwijl toch die huizen voorheen door beleggers werden gekocht of ouders werden gekocht. Ja. Ben je daar eigenlijk wel blij mee? Want er is ook wel veel kritiek op, niet op het feit dat het bestreden wordt, maar dat de maatregel eigenlijk niet goed werkt. Ik merk dat niet. Maar dat is meer wat ik nu in de praktijk zie. Ik zie dat die regel op zich wel werkt, omdat niet elke huis weer verkamerd wordt. Ja. Dus ik vind die regel wel op zichzelf heel goed. Maar we moeten ons wel beseffen dat Leiden ook ontstaan is door studenten. Dus we moeten studenten ook niet weer in de binnenstad. Nee, dat snap ik. Dat is wat ik vind. Ik moet afronden. Helaas. Want we zijn aan tijd. Ja, ik had nog wel wat. Maar over die 8000 woningen bijvoorbeeld. Oh. We hebben nog één. Daar stoppen we mee zo meteen met weer zo'n prachtig dronefilmpje van je. Dat is het andere huis. De Morsweg. Ik kondig aan dat volgende week Ton hier weer zit. En die heeft als gast Kees Roels. Dat is een diplomaat van Buitenlandse Zaken. En die is voor zijn werk regelmatig in Kabul in Afghanistan. Ik dank jou hartelijk, Ralf, voor dit gesprek. Heel erg leuk. Ik wens je veel succes met je werk. Dank je wel. En de groeten thuis, vind ik. Jij ook. Dank je wel.